Ik wil heel graag iets vertellen namens de gemeente over hoe geweldig we dit initiatief vinden. En ik zal ook nog iets vertellen over, en dat is een beetje gek om dat nu al te vertellen en niet aan het einde, maar als er vragen zijn, kom gewoon naar me toe. Want er zijn natuurlijk ook diverse subsidiemogelijkheden voor de eventuele aanpassingen die jullie zouden willen in jullie woning. Dus dat even ter introductie. Ik ben Liz Servaas, ik ben in Stichtse Vecht toegevoegd vanaf januari dit jaar. En ik heb me enorm ingelezen en wat ik heb gemerkt is dat er zo ontzettend veel initiatieven zijn binnen Stichtse Vecht. Ja, en ik vind dit wel een van de mooiste initiatieven tot nu toe, hè? Want ik ben er pas. Dat er twee mensen van jullie bewonerscommissie naar de gemeente zijn toegekomen en zeggen van ja, er zijn zoveel vragen naar. Naar andere warmteoplossingen, naar isolatie, naar warmtenetwerken. En kunnen jullie met ons meedenken? Nou, dat willen we heel erg graag. Dit is dan het inhoud. Ik heb net al gezegd, ik ga zo meteen iets vertellen over de subsidiekansen. Maar als eerste dus het compliment aan jullie. Wat we hebben gemerkt is, ook door de vele gesprekken met Jan en met andere mensen die heel veel van techniek weten, technisch gezien is er best wel veel mogelijk. Dat is eigenlijk vaak het probleem niet. Wat het probleem vaak is, is dat er inwoners zijn die graag iets willen, maar het lastig vinden om zeg maar, de hele bewonersgroep daarin mee te krijgen. Want jullie willen ook naar oplossingen die haalbaar en betaalbaar zijn, maar dat kan natuurlijk alleen als je met grote getalen iets samen wilt. En dat is om je leefomgeving te vergroten. Dat is ook om veilig en goed en gezellig te kunnen wonen met elkaar. En daar is natuurlijk heel veel voor nodig. Dat is eigenlijk een soort community building eigenlijk. Een community gevoel wat je met elkaar wilt bereiken. En daar is duurzaamheid eigenlijk nog maar één aspect daarvan eigenlijk. Dus ja, mijn complimenten voor jullie dat jullie hier in zo'n grote getal aanwezig zijn. En hetzelfde idee hebben over wat nodig is. Voor jullie eigen woning, maar ook voor jullie woonomgeving. Nou, even iets kort hoor, want de omgevingsvisie is onlangs opgesteld door de gemeente Stichtse Vecht. Er zijn eigenlijk drie opgaves geformuleerd. Een prettige, bereikbare en gezonde omgeving voor alle inwoners van Stichtse Vecht is er eentje. Houden wat typisch Stichtse Vecht is. Ja, het is natuurlijk een heel monumentaal rijk gebied, daar hoef ik jullie niet te vertellen, dat willen we graag behouden. Maar de derde opgave, en die is zeker heel belangrijk, hoe gaan wij om met klimaatverandering en duurzaamheid? En dat is iets waar het college zich over buigt, is iets wat wij als ambtenaren ons over buigen. Maar ja, natuurlijk ook graag ook samen met jullie. Zoeken naar wat wel kan, zoeken naar de mogelijkheden. En wij als gemeente willen jullie daar maximaal in faciliteren met onderzoek. Met het grijpen van subsidiekansen en het verbinden aan mooie partijen die iets voor jullie kunnen betekenen. Stichtse Vecht als facilitator. Ik zei het net ook al, de gemeente wil jullie graag faciliteren om het mogelijk te maken om jullie huis te verduurzamen en om alternatieve energieoplossingen te bedenken. Dat doen we. En dan kom ik heel praktisch, sluit ik door, naar het isolatieprogramma van Stichtse Vecht. En dat is een beetje ingewikkeld, maar er zijn een aantal, als je een aantal eisen voldoet, dan is het mogelijk om subsidie te krijgen. Ik noem een voorbeeld. Stel, je hebt een huis gebouwd voor 1992, nou ja, dan zitten we hier goed. Met een energielabel D of lager. Dat is soms lastig, want niet elk energielabel heeft. Jullie huis hebben niet allemaal een energielabel, maar goed, vaak is het C, D of nog lager. Als jullie dat hebben en jullie hebben een koopwoning en jullie zitten op eigen grond, dan komen jullie in aanmerking voor een subsidie. Als jullie WOZ-waarde niet hoger is dan 525.000 euro. Nou. Ja, weet ik. Nee, dat weet ik. In Tjitjerkstra deel kun je daar kosten van huis voor kopen. Hier niet, dat weet ik.
We kunnen daar wel van afwijken. 20% van de huizen, daar is de WOZ-waarde van losgelaten. Dus als je denkt van, goh, dat vind ik interessant, laat het me weten. Want we zijn op zoek naar mensen die hier graag in mee willen gaan. Want dat klinkt heel gek. Maar onze opdracht is om in ieder geval 595 woningen op deze manier een subsidie te verlenen. Dus het is ook ons belang om die 595 woningen ook daadwerkelijk te vinden. Dat bovenop de subsidie van de centrale overheid? Dit is de subsidie van de centrale overheid, dat is het NIP. Ja, dat is het NIP. Ja. Nou ja, die andere twee die zijn voor jullie niet van toepassing, maar voor de mensen die een smallere beurs hebben, daarvoor is ook een subsidie mogelijk. Als jullie daar meer voor over willen weten, omdat jullie mensen kennen of jullie willen het zelf weten, kom gerust naar mij toe daarvoor. Dit is er ook eentje. We hebben een mogelijkheid voor jullie om een energiescan te gaan doen. Dat is een voucher, die kunnen jullie geven. Als jullie een slimmer meter thuis hebben en jullie vullen alle gegevens in, dan krijg je meteen inzicht over het verbruik, over je warmte. En aan de hand van die gegevens kunnen jullie ook advies geven over welke warmtepomp geschikt is. Nou weet ik dat er 5 scans zijn gedaan, hè, dat 5 woningen zijn als referentiewoning onderzocht. Maar jullie willen natuurlijk ook weten van jullie eigen woning. Van, wat betekent het dan voor mijn woning? Welke isolatiemaatregelen zou ik moeten nemen? Of welke warmtepomp of iets anders is hiervoor geschikt? Dus deze vouchers die kunnen we jullie aanbieden, die zijn voor jullie gratis. Dus als je daar interesse in hebt, kom naar Klaartje toe of mensen van Stichtse Vecht. Ik heb de vouchers aan hen toebedeeld. Zij kijken, dat zijn allemaal unieke codes, dus je kan ze niet doorgeven. Maar nou, interessant voor jullie. Dan heb je ook nog ISDE, dat is ook een subsidie. Daar hebben jullie vast al over gehoord en al heel veel over gelezen. Ik denk dat jullie voldoen aan de meeste van jullie voldoen aan alle voorwaarden. Mocht het zo zijn dat jullie zeggen van, nou, we willen dat eigenlijk wel gemeenschappelijk doen of met een collectief verband doen, dan is dat sinds januari mogelijk om dat namens de gemeente te doen. Als jullie dat willen, en jullie gaan het niet individueel doen, maar met een collectief, laat me dat dan weten, want dan gaan we kijken wat wij voor jullie daarin kunnen betekenen. Dat heeft denk ik wel voordelen met betrekking tot het voorschieten van de kosten. Je doet dan op, als iemand 1 woning moet doen, of hij doet er in dezelfde wijk 40, dan kan hij met zijn prijs ook zakken. Dat zeker. Ja, dat is wat ik zeg. En dat is eigenlijk de bijvangst. Want dat gebeurt natuurlijk ook. Ja, hoe meer woningen dezelfde isolatieding wel, hoe beter dat is. Maar het is ook een stukje ontzorging van, want zo'n aanvraag is best wel ingewikkeld en kost veel tijd. En op die manier kunnen we jullie ook ontzorgen. Het is niet voor iedereen even makkelijk om dat allemaal te doen. Ja. Dit gaat over de ISDE-subsidie. Ja. En daarnet kroeg Mike van, dat is niet dezelfde subsidie als je die 2 dia's hiervoor. Nee, dat is het NIP. Nee, klopt. Het is me niet duidelijk wat het verschil is tussen beiden. Ja, het zijn gewoon verschillende soorten subsidies die zijn verleend. Sommige subsidies worden door de provincie verleend, sommige door het Rijk. En deze is gewoon een algemene subsidie. En die andere, dat is echt een incidentele hoor, want die wordt verleend en die, aan de gemeente en die moet op een gegeven moment wel, dat moeten we daar een oplevering voor doen. En als we daar niet zoveel woningen hebben gevonden, dan betalen we dat ook weer terug. En dit is gewoon een doorlopende subsidie. Okay. Ja. Is het mogelijk om de vragen die gesteld worden even te herhalen, want dan kan ik het ja, opvormen. Zeker. Ja. Mevrouw vroeg, wat is nou het verschil tussen de ISDE-subsidie en die NIP? Wat zijn er dan verschillen? Maar die ene is eigenlijk incidenteel tot eind 2026. Oh ja, mij heeft u wel gehoord natuurlijk. Ja. Oh, heel goed. Nee, dat was even een test. Of u... Nee, hoor. Ik zag even over de vorige sheet, want ja. Ik zag daar geen zonnepanelen staan. Misschien heb ik niet goed gelezen, maar...
Nee, klopt, staat er niet bij. Is ook niet gesubsidieerd. Hier is de IEC wel een tweede steun. Bij de IEC wel. Oh, oké. Nee, nee, nee. Dat is een btw. Is er nog een subsidie voor zonnepanelen? Nee. Weet jij dat? Ja, de ISDE-subsidie is van het Rijk. En die Stichtse Pechsubsidie, dat is gemeentelijke subsidie. Dus u had gelijk, inderdaad, dat het over elkaar heen kan. Maar de vraag was... Want kijk, de Rijkssubsidie geldt voor iedereen. Dus die kan je ook in een andere gemeente aanvragen. Die gemeentelijke subsidie kan je niet in de gemeente Utrecht aanvragen. Bij de gemeente, niet bij de overheid, andersom krijg je meer subsidie. Ja, misschien ben ik niet duidelijk geweest. Een NIP-subsidie is een subsidie die verleend is door de overheid en alle gemeentes. Dus elke gemeente heeft wel een NIP-subsidie gehad, maar wij krijgen natuurlijk toegeëikend op onze regio natuurlijk. Ja. De zonnepanelen zijn vrijgesteld van btw, hè? Grotendeels. Ja. Dus dat is eigenlijk de subsidie geworden. Okay. Dat was vroeger heel ingewikkeld, toen moest je je btw betalen en dan weer onderneming oprichten. Okay. En dan door die btw weer terugkrijgen, dat is nu gelukkig eenvoudig gemaakt. Dus dat is de reden waarom die er niet in zit. Dan is er nog het stimuleringsfonds. Dat is een potje dat de gemeente heeft speciaal bedoeld voor ook weer bewonersinitiatieven. Om bijvoorbeeld een onderzoek te financieren naar warmteoplossingen. Als er een collectief warmtesysteem, als jullie daarover nadenken met elkaar en jullie willen daar onderzoek voor doen, dan kunnen jullie bij de gemeente aankloppen voor zo'n dergelijke subsidie. Nou, dat is handig, want dan kunnen we ook een technisch bedrijf inschakelen om dat voor ons te onderzoeken. Want dat kunnen wij natuurlijk niet zelf, dat laten we dan financieren. Maar die mogelijkheid is er en dat is niet bij iedereen bekend. En ik hoop dat het potje snel leeg raakt natuurlijk. Dat is anders zonde om niet op te maken. Want dat gebeurt ook nog wel eens. Ja, mevrouw vraagt van, er zijn er ook, met betrekking tot netcongesties, de behoefte om energie op te slaan, accu's. Zijn er ook initiatieven waarin accu's kunnen worden geplaatst in wijken? Ja, dat is uw vraag. Ja. Ja, die speel ik door naar jou, Jan. Ja, heb je of Frans? Ja. En dat ga je doen als jij mijn telefoon... Ja. Zijn er nog meer vragen voor mij? Ja. Door die stimuleringssubsidie, zou je gewoon even los van of je dat uiteindelijk wil, zo'n traject van onderzoek kunnen aanvragen? Is het zo vrijblijvend dat je kunt zeggen, nou, we willen dat als reizende man wel eens proberen, kijken wat er uitkomt en dan afhankelijk van wat er uitkomt en wat de voordelen zijn, om dan eventueel in te stappen? Want dit is vooral een adviessubsidie. Of zit er voor ons ook nog een belasting aan in de zin van dat we daar financieel moeten bijspringen? Of is het echt de service die wordt verleend om dit te onderzoeken? Ja, precies. Meneer, heeft u de vraag gehoord? Ja, ik heb het Oké, goed. Er zijn een aantal initiatieven in Stichtse Vecht waarin dit al is gebeurd. Frans noemt zorgwetering, maar ook op Buren, waarin wij commissie ook bij elkaar kwam van ja, we willen het onderzoeken. En toen heeft de gemeente gezegd van nou ja, zoek maar naar een onderzoeksbureau en kijk wat de alternatieven zijn voor jullie voor een warmtenetsysteem. En ja, dat onderzoek is uitgevoerd en ook wel met succes uitgevoerd. En ze gaan nu op zoek naar het onderzoeken van de alternatieven. En dat moet er helemaal doorgerekend worden met een business case natuurlijk. Want jullie willen natuurlijk ook weten van ja, hoeveel kost dat om dat uit te voeren? Dus het gaat best wel ver. Kijk, en we vragen natuurlijk wel commitment. Ik bedoel, als er maar één of twee mensen zijn die het willen, ja, dan is er niet genoeg draagvlak. Maar als dat draagvlak er echt is, dan willen we dat echt wel faciliteren. En ik denk dat Frans er straks nog wel het voorbeeld van zorgwetering zal noemen, want dat is ook een goed voorbeeld. Ja. Ik wil hem even oppakken met het bruggetje van zorgwetering, want er staat daar duurzame Vecht, daar ga ik zo op in, maar daar moet eigenlijk ook staan duurzame Vecht / energiecoöperatie 2030.nu. Want dat is namelijk de club die het onderzoek in zorgwetering uitgevoerd heeft. En dat is ook een club waarbij wij op hele korte termijn mee gaan samenwerken. Er komt een nieuwe organisatie, een heel lang verhaal, daar ga ik jullie niet mee vermoeien. Maar feit is wel dat wij ook de organisatie zijn die
jullie kunnen ondersteunen in zo'n aanvraag, dan werken we in een driehoek. Eigenlijk zoals het hier vanavond is de focus van, we willen dat jullie zoveel mogelijk inkoopacties gaan doen, omdat we jullie willen aanzetten tot actie, dat was ook de vraag. Maar een tweede winst is als er inderdaad zo'n project, als er mensen hier in de wijk opstaan en zeggen, nou, ik wil daar graag wel mee. In Zorgwetering is er gewoon een werkgroep vanuit de wijk die ook samen met ons de bewoners informeert en kijkt wat zijn de mogelijkheden. Nou, hoe meer van dit soort initiatieven, hoe blijer de gemeente wordt, omdat dat betekent dat we na 2050, waarin we allemaal van het gas af moeten, trajecten zijn waarbij inwoners zelf hun route kiezen. Hoe gaan wij daar als wijk mee om? Nou, we zitten hier ook allemaal, weten we ook, aan het Amsterdam-Rijnkanaal. Er zijn ook weer allerlei opties die daar bekeken worden met warmtewisseling. En als jullie vooraan zitten en je vinger opsteken, dan weet je zeker dat je bij de potjes die er zijn in aanmerking komt. Nou ja, ik zie Liz knikken, dus... Nou ja, dat is, voor ons is dat het tweede doel van deze avond. De hoop dat jullie aangeven, wij willen dit graag. Goed. Nou ja, dan heb ik het eerste stuk eigenlijk al verteld. Hè. Stichting Duurzame Vecht, wij helpen en informeren inwoners verduurzamen van de woning. We doen nog wel wat meer, dat komt zo in de volgende slide wel. En deze inkoopactie die wij hier doen, wij noemen dit intern de wijkaanpak 2.0. Waarom? Omdat wij vroeger bleven we eigenlijk bij dat eerste inwoners informeren. We hebben hier allemaal prachtige informatiebladen liggen en vervolgens zeiden we succes. We hebben jullie verteld hoe het moet en nu kan je aan de slag. Nou, we willen nu een stap verder gaan en daarom zijn hier ook de partijen aanwezig die jullie concreet al aan offertes kunnen helpen. Dat zijn er 3 van de 8, kom zo, die anderen komen ook nog. En wij willen dat gewoon nu even als een service bieden. In de toekomst willen we daar nog verder gaan, maar ja, wij moeten ook stapje voor stapje zetten. De volgende, als je nou zegt van ja, maar ik vind het allemaal leuk en aardig, maar ik ga daar niet op zitten wachten, dan hebben wij nog een andere variant, namelijk ook bij ons op de site staat er een simpel invulformulier. Daar kan je een gratis keukentafelgesprek en zeggen, ja, mijn huis is zo apart. Dan komt er een van de vrijwillige energieambassadeurs. Ruud is een van de energieambassadeurs, die zit hier. En die komt dan bij je thuis, dat noemen we een keukentafelgesprek. Die neemt je huis door, kijkt hoe je schil is, je ramen, je vloerisolatie. En dan kan je met hem vrijblijvend een stappenplan zeggen van, nou ja, ik zou eerst het dak doen of ik zou eerst dit of dat. Dan krijg je advies op je eigen huis. Dat bieden wij sowieso aan. Dan de 4e punt, duurzame acties. Nou, daar ga ik even voor naar de volgende slide. Want wat hebben wij zoal, dat stukje PR wat wij doen, wat hebben wij vorig jaar gedaan in 2023? We hebben 8 webinars, workshops en bijeenkomsten georganiseerd. Vaak, nu nemen we het op. Dat doen we omdat wij content willen, dat is met hippe content genereren. Het staat op onze YouTube-kaal van Stichting Duurzame Vecht. Kunnen wij dus verwijzen naar andere wijken van, nou kijk, dit, zo ziet zo'n avond er ongeveer uit. Maar ook niet onbelangrijk voor degenen die hier vanavond niet zijn, die jullie morgen bij de buurman zeggen, nou, hartstikke leuk gisteren, kan je zo terugkijken op YouTube, dan zie je wat daar besproken is. Dus jullie worden ook een klein beetje ambassadeur op die manier voor de avond. 115 gesprekken aan huis vorig jaar, dat zijn die keukentafelgesprekken die wij dus doen. Wij hebben ook een service sinds kort, we hebben warmtebeeldcamera's. Dat is ook een optie die daarbij kan. Dan komen we met een warmtebeeldcamera, die hebben we hier ook bij die opnames gedaan. Dan zie je waar er eventueel lek in je huis zit. Dat is alleen vervelend, want dat kan alleen bij een behoorlijk temperatuurverschil. Dus alleen in de wintermaanden is zo'n scan mogelijk. Nou ja, hoewel het nog fors koud is voor april. Ja, dat is een technisch verhaal. Hebben we ook gedaan. Dan staat er rechtsonder 3 series klimaatgesprekken. En klimaatgesprekken, dat is weer een heel ander feestje. Dat gaat eigenlijk over alle andere dingen behalve je huis. Dus dat is een serie avonden waarbij je in gesprek gaat over hoe ziet eigenlijk de rest van mijn leven eruit. Spullen bijvoorbeeld heeft een hele grote impact op je footprint. De manier hoe je reist, de vakanties die je viert, maar ook het voedsel. Dat zijn aspecten waar daarna gekeken wordt. Dat doen we ook. En als laatste, dit is wat we al heel lang doen. Naar de wijken toe gaan en de mensen verzamelen. Maar wat we tegenwoordig ook doen, is dat wij een energieloket hebben. Nou, sommigen hebben dat gezien. We zitten sinds kort op elke woensdagochtend het brugwachtershuisje. Ja. Staat het bord buiten. Kan je langs, dat is eigenlijk ook een soort daar zit. Ralf zit daar, ook een van onze energieambassadeurs en professionele kracht. Daar kan je ook gewoon advies krijgen en binnenlopen en flyers en zo.
Daarnaast zitten we elke laatste vrijdag van de maand in het MEC. Komende vrijdag, laatste vrijdag van de maand, in het MEC, Milieu Educatief Centrum in Maarsebroek. En ja, we zitten hier in Maarsen. Nou weet ik dat, ik heb hier zelf gewoond, dus Maarsen, dat is de gemeente. Hè? Nee, we hebben ook nog Breukelen. Maar er zijn ook nog 10 andere kernen. En nou ja, de gemeente is de gemeente voor iedereen. Wij kunnen hier in 5 minuten bij in het gemeentehuis. Maar als je in Vreeland woont, dan moet je ongeveer 1,5 uur met openbaar vervoer om naar het gemeentehuis te komen. Die afstand is heel groot. Dus wij steken ook heel veel moeite in om naar die gemeentes te gaan. Dus daar staat 5 keer een mobiele locatie. We hebben een busje, daar gaan we staan, daar zetten we banners neer. En dan gaan we in Vreeland op de markt staan, of in Loenen aan de Vecht, of in Tienhoven. En zorgen dat we daar ook de mensen kunnen helpen. Nou, zover het PR-praatje. Terug naar de wijk. We hebben jullie allemaal gevraagd, wat wil je eigenlijk weten? Waar zijn jullie in geïnteresseerd voor deze avond? Nou, de enquête is ingevuld. En daar blijkt eigenlijk overduidelijk, jullie zijn vooral geïnteresseerd in isolatie en in de warmtepomp. 24 en 23. Warmtepomp is volgens mij nog opgedeeld, zo duidelijk is het niet, in de hybride warmtepomp en de all-electric met 18 en 5, samen 23. Maar dat zijn wel duidelijk de 2 topics en daar gaat Jan dan dadelijk ook concreet op in het technische gedeelte. Daarnaast zie je dat, en dat is denk ik omdat toch voor veel hier al zonnepanelen al een vinkje is. Dus dat is nog steeds wel interessant, maar al wat minder. En glas en ook een sedumdak zijn 5 mensen die aangeven daarin geïnteresseerd te zijn. Overigens is daar ook een gemeentelijke subsidie voor. Ja. Voor het sedumdak. Dat gaat per vierkante meter dak, krijg je daar korting op volgens mij. Volgens mij ben ik aan het einde van mijn verhaal en ga ik hem hier overgeven of nee, deze. Ja, nou ja, deze doen we hem samen, hangen we de dingen om. Hier zie je hoe de wijk eruit ziet qua labels. Ja, het is een beetje slecht te zien, er zitten wat geel-groene kleuren tussen. Maar dat zijn eigenlijk de woningen die eigenlijk geen officieel label hebben. In het verleden hadden we zogenaamde doe-het-zelf label. Het vereenvoudigd energielabel dat u zelf aan kon vragen, maar dat is eigenlijk, met dit soort overzichten is dat eigenlijk niet meer van toepassing, is niet meer geldig. Het label zelf wat u heeft is nog wel geldig, maar in de overzichtskaartjes kan je het eigenlijk niet meer terugvinden. Alleen de gele kleuren met een zwart blokje eromheen, dat zijn eigenlijk de officiële labels. En die zijn dan hier terug te vinden. Ja. Maar goed, dus je kunt eigenlijk zien dat de meeste woningen hebben eigenlijk hier een C en een D label in deze wijk. Dus dat. En hier in het rood kunt u zien, dat zijn natuurlijk wat oudere panden. Die eigenlijk buiten de wijk liggen. Ja, en die hebben natuurlijk meer een F of een G label. Want dit is eigenlijk een beetje hoe de wijk opgebouwd is. Nou, het merendeel is natuurlijk begin jaren 70 gebouwd. Vrij homogeen eigenlijk qua wijkopbouw. Dus dat is eigenlijk wel vrij makkelijk om hier een eenduidig plaatje van te maken. Ja, deze kant uit, hè? Ja. Ja. Dus dit geeft een beetje het plaatje weer van de wijk. Ik moet er even bij zeggen, dit is een korte presentatie die we vanavond geven. Er is een langere uitvoering, is er ook beschikbaar. Daar heb ik hier de tekst van, dus daar zal ik iets van bij vertellen. En die kunt u dan terug lezen op onze site. Dan kunt u altijd de hele presentatie in de langere uitvoering kunt u dan nog terugzien. Dus je hoeft verder geen aantekeningen te maken als dat nodig mocht zijn. Even kijken. We hebben een 5-tal woningen opgenomen. We hebben een beetje de algemene staat van bekeken. En vanavond lichten we er weer 1 woning eigenlijk uit. Een beetje de standaard, 2 onder in kapper, zoals die dan veel toegepast hier is. Het bouwjaar is dan uit 1973. Kijken of ik het een beetje zo kan. Ook weer, even de beelden bij. Die drukt op de dingen, denk ik. Gaat hij weer terug? Lastig zo'n ding, zeg. Ja, de meeste hebben natuurlijk een C en een E tot en met E-label. En we hebben een beetje teruggekeken dat de meeste woningen, die zo gemiddeld, die gebruiken zo'n 1900 kuub gas. Dus dat is toch nog wel een behoorlijk aantal kubus. En ook, er zit natuurlijk een flink prijskaartje zit daar natuurlijk ook aan. Dus het is zeker zinvol om wel te kijken om de woningen toch beter te gaan isoleren. En ja, mogelijk ook een warmtepomp of een hybride warmtepomp te gaan toepassen. Ja, in de lange uitvoering van de presentatie kunt u nog verder terugvinden dat de meeste spouwen zijn standaard eigenlijk leeg vanuit de bouw. Ja, in 1973 werd er eigenlijk nog niet geïsoleerd. Dus die spouwen vullen, dat is eigenlijk altijd wel eigenlijk toch wel de eerste stap die je kan doen. Verdient zich ook vrij snel terug.
De vloeren zijn eigenlijk over het algemeen ook niet geïsoleerd. Dus dat is eigenlijk ook wel een must om die meteen mee te nemen. De vloer hier is ook van belang dat je een afdekking op je ondervloer legt, omdat hier allemaal het water overlast heeft. Ja, dus ja, die bodem... Die is er, van Thomson bijvoorbeeld, is isolatiefolie, leg je op de bodem en dan kan je maken onderisoleren. Ja, het is eigenlijk altijd raadzaam om een bodemfolie toe te passen, dat je ook zoveel mogelijk vocht uit je huis ziet te houden en ook dat die folies beschermd blijven. Maar dan kunnen de heren hierachter van de isolatie kunnen daar alles over vertellen en materialen laten zien. Dus dat is dus best wel wat mogelijk. Ja, ja, het dak is natuurlijk ook over het algemeen vrij slecht geïsoleerd. Ik weet dat van die drijfinwoningen, dat is helemaal een aparte constructie. Er zit een soort dwarskap zit erop die aan een weerskant geventileerd wordt. Dus ja, dan zou je kunnen ervoor kiezen om dan niet de kap zelf te isoleren, maar eigenlijk de verdiepingsvloer eigenlijk die erboven zit. Om die dan in zich heel te isoleren. En dat kunnen denk ik de specialisten daar ook wel iets meer over vertellen zometeen. Als je daar meer van wil weten. Ja, en het glas is meestal natuurlijk oorspronkelijk natuurlijk enkel glas geweest. Er zal in de loop van de tijd wel dubbel glas ingekomen zijn. Maar dat is meestal ook wel een vervanging toe voor het nieuwe HR++ glas. Mag ik daar iets over zeggen over het glas? Ik ben er ook de afgelopen maanden met het glas was ik bezig. Ik denk nou dat ik een aantal glas... Ik noem het boeren, de glasmensen, en vragen wat gaat dat kosten. Ja. Ik heb 7 mensen heb ik gehad. Hè. Eentje kwam langs en eentje gewoon op het internet een site ingevuld, zoveel 4 vierkante meter, dit zijn de ramen. Wat een ongelooflijk verschil in de prijs. De duurste voeg 3 keer zo veel als de goedste koopste. Dan denk ik van, hoe kan dat? Dus dat is eigenlijk mijn dingetje van, als je iets doet, ga niet met de eerste de beste in gewoon zijn, maar laat rustig even een aantal of vetters langskomen en kijk even goed wat zit daar allemaal in. Want het lijkt wel of de isolatiewereld een cowboywereld is. Van, en zij denken van, iedereen wil het. Leg een prijs neer en iemand ziet zegt, wacht, doe maar, teken, klaar. Ja. Ja, wij adviseren ook altijd om eigenlijk minimaal 2 of 3 offertes aan te vragen. En om jullie daar te helpen met het glas, hebben we ook een aantal glasleveranciers geselecteerd. Waarbij je dan ook 2 offertes kan opvragen. En daarnaast ben je altijd zelf vrij om natuurlijk ook nog ergens anders een prijs op te vragen. Maar ik vond het schrik. Ja, het is echt, ik weet het is echt een... En je ziet het ook met spouwmuurisolatie, zie je het ook hoor. Bijvoorbeeld, dan zie je ook enorm verschillen. En zonnepanelen natuurlijk ook. Ja, dat is. En mochten jullie offertes aanvragen en dat je daar niet uit kan komen, dan kun je altijd bij onze stichting kun je altijd nog om advies vragen. Hè? Om je eventueel te helpen met die offertes te beoordelen. Daar zijn wij ook voor. De gemetselde spouwmuur, die hebben een spouwgedoelte 2 centimeter. Die zit ook nog redelijk vol met voegwerk, zeg maar. Is dat überhaupt te doen? Omdat, met, 2 centimeter? Ik weet niet welke woning woon je? Ja, wij hebben een kopwoning van de Rijks. Dus die zal denk ik hetzelfde gebouwd zijn als die 200 kapwoningen, die voor de kopgevels. Mm-hmm. En daar hebben we een raam in laten zagen. En die spouw die daar zat was 2 centimeter. Dat is ontzettend weinig. Ja. Ik denk, maar is dat alleen bij jouw woning of zijn er meerdere woningen dat je weet? Ja, ik zal hem even... Die meneer die zegt van, hij is erachter gekomen dat zijn spouw, die is maar 2 centimeter diep eigenlijk. Dus hij vraagt of dat nog steeds te isoleren is. Nou ja, 2 centimeter, daar krijg je gewoon niks in, want er zitten nog cementbaarden in. Maar is dat, ik denk... Het minimale wat je over moet hebben als de isolatiepartij om het goed te kunnen isoleren, dat de machine goed werkt, is 30 millimeter, dus 3 centimeter. 3 centimeter, ja, 3, 4 centimeter hou ik ook altijd aan, ja. Dat moet je echt minimaal hebben. Maar een beetje is het misschien alleen jouw eigen woning. Want het kan zijn dat er met bouw iets fout gegaan zijn. Dat het met de fundering dat die niet op de goede plek zit. Want standaard is eigenlijk wel 6 centimeter. Ja. Mijn buurman is er niet, maar ik woon in een drive-in woning. Die heeft een spouwmuur laten vullen, maar die krijgt vochtproblemen. En die heeft uiteindelijk zijn muur aan de buitenkant laten isoleren. Mm-hmm. En volgens mij was dat ook die vochtproblemen doordat hij met een kleine spouw had, waardoor dat doorliep. Ja. Dus het zou best eens kunnen zijn dat het een groot probleem is hier.
Ja, het zou best kunnen dat officieel waren die spouwen wel 6 centimeter, moesten ze zijn vanuit de bouw. Maar ja, het kan zijn dat ze in de praktijk natuurlijk toch daar iets anders mee gedaan hebben. En dan is gewoon ja, een spouw van 3-4 centimeter eigenlijk al is aan de krappe kant. Ja. En als die niet helemaal gevuld is, dan krijg je natuurlijk bepaalde holtes krijgen. En dan kan het water wat eventueel van buiten toch doorslaat, dat kan toch via die holte in die isolatie kan dan toch weer ja, naar binnen toe lopen, zeg maar. Dus daarom moet je echt wel ja, minimaal die 4 centimeter hebben van je spouw om te kunnen vullen. Maar de isolatie zit, dat zie ik nooit in het programma. Nee, dat zit hier standaard niet in, want dat zijn toch gespecialiseerde bedrijven. Maar mocht u daar interesse in hebben, dan, ja, dan kunt u altijd mij benaderen en te kijken van wat er wel mogelijk is. Ja, het zou de enige mogelijkheid kunnen zijn. Ja. Hè? Dus, ja. En dan is het bijvoorbeeld afgevraagd om daar dan ja. ook subsidie voor geld of niet. Ja, er is voor buitenisolatie ook subsidie voor. Ja. Maar je kan ook aan de binnenkant isoleren. Dat heb ik in mijn eigen huis ook gedaan. Mijn woning had 65. Die heb ik aan de binnenkant geïsoleerd. En dan staat hierachter ook een paneel. Kunt u mooi zien hoe dat dan hoe dat uitgevoerd kan worden. Ja. De bedoel zijn is namelijk ook dat je moet impregneren. Dus als je gaat isoleren, je spouwmuur isoleren, moet je de muur impregneren. Om het vocht dus niet te laten doortrekken. Ja. Dat zijn betaald nummer 18, dus dat noem je dat mee kan. Dat niet ja. gedaan. Ja. Ja. De isolatie daar hebben we gedaan, de wind volgens mij. En de buitenkant die is helemaal pioppie. Ja. Ja, het is ook een beetje typisch Nederland dat wij de buitenmuur niet impregneren met isolatie. Dat is, in België is het eigenlijk verplicht, weet ik. Maar in Nederland wordt dat een beetje, ja. Het is wel zo dat wel oude steensmuren, dat die wel dusdanig wel door vervuiling ook wel water opstotend of minder vocht opnemen. Dat speelt dan wel mee. Maar impregneren is eigenlijk wel het beste, ja. Al deze huizen problemen, want heel veel huizen hebben ook last van een schoorsteen natuurlijk, hè. Die lekkages en de schoorstenen. Ja. Die stenen hier zijn überhaupt corrosiesapet volgens mij, maar dat is eigenlijk. Ja. Ja. Geen spons. Ja, en er zijn veel woningen natuurlijk ook met die B2-blokken gebouwd, hè, van die betonblokken. Dus als je echt een poreuze steen hebt, dan mag je hem niet isoleren. Dan mag je hem weer niet isoleren. Ja, je bedoelt met het vochttransport naar buiten toe. Ja, ja, ja. Dat mag gewoon niet bij, omdat er te veel vocht doorlaat in de steen. Ja. Alle Jacob Romeire huizen hebben gehad, kalksandsteen. Ik denk dat een bijkomend probleem nog is dat de huizen zoals ze verbouwd zijn geen isolatie of geen ventilatie in ja. de spouw hebben. Ja, als het goed is wel, maar het kan zijn dat het allemaal dichtgezet is hoor. Ja. Het was wel gebruikelijk dat je natuurlijk toch open stootvoegen erin zou maken, maar het kan zijn dat het gewoon toch niet gedaan is in praktijk. Alles dichtgevoegd is. Ja. Maar natuurlijk een ander, daar komen we zo meteen misschien nog wel even op. Dat ik zeg altijd, ga je isoleren, zorg er ook voor dat je een goed ventilatiesysteem in huis neemt. Hè. En ja, dus de woningen standaard hebben geen mechanische ventilatie. Hè. Alle woningen vanaf 1980 hebben standaard eigenlijk een mechanische ventilatie aan huis. Want ja, je gaat je woning toch meer dicht maken en ook luchtdichter. Dus ja, ventileren wordt gewoon steeds belangrijker dan ook. Dus in ieder geval minimaal toch een aantal roosters plaatsen. En liefst eigenlijk een mechanische ventilatie erin. Maar daar heb ik zo meteen nog een mooie oplossing voor. Ja, waarmee je ook nog eens een keer warmte kan terugwinnen. Ja. Nog even wat installaties over het algemeen deze woningen betreft. Nou ja, het is allemaal natuurlijk standaard eigenlijk een cv-ketel. Nee, dat is natuurlijk nog steeds gebruikelijk. Goed, maar ga je een cv-ketel vervangen, dan adviseren we eigenlijk van kijk dan naar de mogelijkheid om dan ook meteen een hybride warmtepomp in huis te nemen. Er zijn zelfs systemen dat je een 2-in-1 apparaat kan krijgen. Dus wel een nieuwe cv-ketel met erachter een warmtepomp gemonteerd. En op die manier kan je toch weer behoorlijk wat gas besparen. Ja, elektriciteit adviseren we ook altijd eigenlijk van, ga je moderniseren, zorg ervoor dat je een moderne groepenkast in huis krijgt. Want er gaat natuurlijk veel meer stroom door een woning komen. Zowel vanuit het net, ook vanuit het dak, natuurlijk met zonnepanelen. We gaan natuurlijk elektrisch koken in de toekomst. Wat hebben we nog meer? Een warmtepomp krijgen we in huis. Een elektrische auto die we gaan laden. En het blijkt dat in de praktijk dat bijna alle groepenkasten, als je gaat uitbreiden, dat die gewoon veel te licht zijn. Dus vaak moet gewoon de groepenkast in zijn geheel vervangen worden met een veel zwaardere installatie. Want standaard zit er een 40 ampère hoofdzekering in, hoofdschakelaar. En over het algemeen zijn die allemaal te licht. Dus ga je groepenkast vervangen, geef dan aan de installateur ook aan dat je toch in de toekomst mogelijk ja, gaat uitbreiden. En dat die groepenkast ook verzwaard uitgevoerd gaat worden. Ja, als dat even kan, wel. Ja, want hoe meer je kan spreiden. Ja,
3 keer 25, ja. Ja, die 40 ampère is eigenlijk meer de hoofdzekering. Hè? Ja, ja, of de hoofdschakelaar, die is op 40 ampère. Maar meestal gaat er wel een 80 ampère door een installatie heen tegenwoordig. Als er flink wat verbruikt wordt. Dus die groepenkasten, de bedrading moet veel dikker. De strippen, de hoofdzekeringen, dat moet echt allemaal verzwaard worden. Ja. Misschien voor de mensen die geïnteresseerd zijn in warmtepomp. We hebben een hybride warmtepomp. En we zijn met gasverbruik. Eigenlijk van in de wintermaanden 150 kub naar 30 kub terug. Hoeveel? 35? Kub is eigenlijk douchen en koken. Want dat is hetzelfde als de zomer. Ja. Dus jij zegt van 150 naar 30. Jij spaart 100 kub. Dan even halen. 120 kub. Kijk, wel meer elektriciteitskosten natuurlijk. Ja. Vanwege de warmtepomp. Nou, het is echt wel. We hebben niet zo'n strenge winter. Maar even te herhalen: u bent van 135 kub naar rond de 30. Naar de 30 kub teruggegaan. Dat is douchen en koken. Ja. Per maand. Ja. Ja, het is bekend dat het gewoon, en zeker een beetje een zachte winter hebt, dan kan je er heel snel mee scoren, natuurlijk, op die manier. Ja. En er is wel een stelregel, gemiddeld landelijk, dat elke kub gas die je bespaart, daar heb je ongeveer 2 kilowattuur aan extra stroom voor nodig. Dus dat is een beetje de formule. Dus neem je zonnepanelen, reken even uit van ik ga zoveel gas besparen vermoedelijk. Dus dan weet ik van, ik moet gewoon wat extra zonnepanelen erbij leggen. Vaak zijn het maar 2 of 3 panelen extra en dan kan je die hybride warmtepomp al mee compenseren. Maar misschien dat soms mensen twijfelen, die oude woningen kan dat, zo'n hybride? Hybride, dat kan. Ja. Bij ons ook, hè? Wij hebben de andere woning dan. Mm-hmm. Wij hebben per jaar 350 kub. Nu nog? Ja. En u had, weet u dat wat 900, dus ik ben zo'n beetje 1/3 of 2/3 naar beneden gegaan. Ja. Ja, wij rekenen gemiddeld, veiligheidshalve rekenen wij altijd met 50% besparen op het gasverbruik. Maar dat is een gemiddelde. En iedereen is natuurlijk ook wel een stukje zuiniger geworden natuurlijk de laatste jaren met hoge energieprijzen. Maar ja, het is heel goed om te horen dat je zelfs tot 2/3 kan besparen. Ja, dat ook natuurlijk. Dat is je rest eigenlijk. Ja. Nu hebben we nog die oude ijzeren bakken, of hebben we dan wel? Zeg ik, hoe zullen we? Heb je nog van die ijzeren bakken staan als radiatoren? Nee, die hebben we altijd. Er staat nog één in ons huis, maar die hebben we altijd uit. Waar ben je verwarming dan? We hebben gewoon op de eerste verdieping hebben we plaatsvariatoren, kleine, en de vloerverwarming hebben we. Ja, precies. Vloerverwarming. Ja, tons onder de vloer en een vloer van de eerste verdieping, keuken dus bij ons. Ja. En het boven de eerste verdieping wordt ook in de zomervloerverwarming gedaan. Dus dan moet het wel heel veel gaan schelen qua kosten. Ja. Ja, als je natuurlijk lage temperatuurverwarming neemt, zoals dan vloerverwarming is, ja, dan dat geeft een beter rendement met een warmtepomp. Ja. Jan? Maar hoeveel is dan het elektraverbruik toegenomen? Dat heb ik nog niet gehoord. Wat zei ik? Het elektraverbruik toegenomen. Ja, dus het is toegenomen. Het is alleen een beetje lastig, want we hebben nu ook een elektrische auto. Dus. Oh ja. We moeten even kijken. Ja, ik adviseer altijd als je een warmtepomp laat plaatsen of een elektrische auto, laat er altijd een kilowattuurmeter bij plaatsen in de groepenkast. Want dan kan je gewoon echt je verbruik van die warmtepomp zien. Ook heel mooie systeempjes die je dan op je telefoon kan. Ja, heb je telefoon of home wizard, je hebt allerlei mooie systemen, maar gaat in ieder geval monitoren. Ja. Ja. Om met de sport. Ja. Maar dan krijg je inzicht. Inzicht, precies. Dat heb ik hier ook een informatieblad overleggen van, ja, ga gewoon eerst, voordat je iets gaat doen, ga eigenlijk al eerst de boel monitoren wat je aan energie verbruikt. Om het allemaal optimaal te kunnen inzetten. Mevrouw had nog een vraag ook net erachter nog. Nou, ik vroeg me inderdaad af, als je gaat schakelen van, als je een warmtepomp aanschaft, dan moet je eigenlijk haast wel, wil je het efficiënter vloerverwarming laten aanleggen en je radiatoren verwarmen. Nee, dat is, met een hybride oplossing is dat in principe niet nodig. Ja, maar hybride, dat is nog steeds gas, of niet? Ja, ja, daar kom ik zo meteen op. Ik ga het zo meteen nog even uitleggen nog. Ja. Ja. Ik zal dit gedeelte even afmaken. We hebben nog een aantal woningen hebben doorgenomen. Even kijken, waar is die nou gebleven? We hebben nog een aantal, viertal andere woningen hebben we natuurlijk bekeken. Maar de gegevens over die woningen kunt u weer op onze website weer terugzien. Want ja, om al die woningen hier te bespreken, daar zijn we te lang bezig, helaas. Ja. Maar goed, dat is een mooi stapje naar de hybride warmtepomp en de all-electric oplossing. Dat is de laatste, die andere sheet zit hier dan eigenlijk in. Ja,
Over het algemeen is het zo dat bewoners hebben soms de neiging om alle warmtepompen op één hoop te gooien. Maar eigenlijk moet je eigenlijk die in twee categorieën eigenlijk gaan indelen. De eenvoudigste oplossing is eigenlijk om een hybride warmtepomp te nemen. Die werkt eigenlijk altijd samen met de bestaande gas-cv-ketel. En je hebt het net gehoord, ja, je kan daar toch wel 50% of meer op je gasverbruik mee besparen. Het voordeel van een hybride installatie is dus wel dat je voor je tapwater, voor je warm water, dat je daar geen aparte voorziening voor hoeft te treffen, want daar zorgt die cv-ketel voor. En als het te koud wordt, dan ben je gegarandeerd dat het huis altijd warm genoeg wordt, want dan komt toch die gasketel komt dan eerder bij. En mocht je nou geen vloerverwarming hebben, ja, dan zal in de praktijk zal het zijn dat dan die gasketel iets eerder erbij zal komen. Dus het rendement is wat lager als je natuurlijk radiatoren natuurlijk niet aangepast zijn. Maar ja, dan in plaats van dat je dan 60% kan besparen, kan je misschien 50% op je gas besparen. Dus over het algemeen is het wel toch wel een goede maatregel. En het was ook de bedoeling eigenlijk om in 2026 om er ook een soort verplichting te komen. Dat mocht je je gasketel gaat vervangen, dat er eigenlijk altijd dan een hybride warmtepomp of een warmtepomp bij moet komen. Dus vandaar die hybride oplossing. Dat is toch nog een verplichting die komt? Dat is de bedoeling dat in 2026 dat het ingaat. Ja. Ja. Maar dat hangt ook van het nieuwe kabinet, vrees ik, af. Of dat doorgaat. Ja. Ja. Maar er moeten nog wetsvoorstellen voorkomen nog om dat vast te leggen. Ja. Maar met een warmtepomp wordt de temperatuur van je water wel lager, volgens mij. Dat ja. Betekent ja. Dat de radiatoroppervlak, als je gewoon radiator hebt, misschien niet meer goed doen. Nou, het is over het algemeen wel zo. Dat is wel weer een voordeel van oudere woningen. In 1973 had je natuurlijk, die woningen waren niet geïsoleerd. Dus eigenlijk, en die woningen zijn later wel weer geïsoleerd. Dus eigenlijk staan die radiatoren bij jullie in huis, de standaardradiatoren, zijn eigenlijk overgedimensioneerd. Dus dat heeft over het algemeen vanuit de bouw waren ze wel overgedimensioneerd. Dus, en daar kan je nu van profiteren. Want omdat het oppervlakte groot genoeg is over het algemeen, om toch aardig wat warmte eruit te kunnen krijgen. Ja. Maar over het algemeen is het zo dat zeg maar, als je in de buurt van de 4, 5 graden boven nul komt, tot dat bereik kan de hybride warmtepomp natuurlijk prima zijn werk doen. En daarna zal die gasketel dan erbij komen. Ja. Kun je een minimale gasverbruik per jaar aangeven van wanneer een inaanschaf van een pomp, een warmtepomp, zinvol is? Ja, zinvol is. Ja, ja die vraag wordt vaker gesteld. Zullen hier best een aantal mensen zijn die zeggen, oké, ik ga daar voor wat ik wil. Ja. Maatschappelijk duurzaam bezig zijn. Ja. Maar er zitten hier ook mensen bij die gaan gewoon, het kost me zoveel, dit berekenen onderaan de streep. Dus ja. Een mix zijn. Ja. Dus kun je zeggen hoeveel? Ja, ik zelf hou wel. Deze meneer zeggen net 150 kuub of 130 kuub per maand sparen, keer 12, dat zeg maar gewoon 1400 kuub al. Ja, hij is niet dan 12. Voor al meer had. Ja, natuurlijk mag je douchen. Ja, ik hou over het algemeen aan dat je toch eigenlijk wel minimaal 1000 kuub gas moet besparen. 800, 900 kuub is wel een beetje het minimum om een terugverdientijd om een hybride installatie neer te gaan zetten. Boven de 1000 kuub. Als je boven de 1000 kuub gas verbruikt, dan is het volgens mij is het dan zinvol om een hybride warmtepomp erbij te zetten. Ja. Hangt natuurlijk enorm van de gasprijs af. Hè. Dat is het probleem. We weten gewoon niet wat de komende 10 jaar die gasprijs wordt. Ja. Ja. Kijk, stroom wordt natuurlijk, elektriciteit wordt natuurlijk steeds goedkoper. Kunnen we ook steeds meer zelf opwekken natuurlijk. En de gasprijs zal in de toekomst steeds meer gaan stijgen. Want we willen natuurlijk gestimuleerd worden om van het gas af te gaan. Ja, dus ja, het wordt alleen maar verdedigen volgens mij om toch naar een hybride oplossingen te gaan. En bij je investeringskosten, wij hebben destijds via een collectief van verenigingen uitgekocht. Dat is iets van 6.500 euro en met subsidie. Ja. Maar ik hoor collega's die zeggen, vraag een offerte ergens aan, die krijgen dan nog 15.000 euro. Ja. Daar zit een hele boel ertussen. Dus ik heb ze ook gezien. Rekening aan waar je maatschappij. Ik heb er ook gezien, een van de energieambassadeurs, Ruud, je kent ook iemand geloof ik die behoorlijk de boot in gegaan is. Want voor dat geld heb je bijna een all-electric oplossing al. Ja. En er zitten hier een paar installateurs, dus die zullen het ook kunnen beamen dat soort prijzen zijn gewoon. Hybride oplossing mag nooit meer dan 10.000 euro kosten, of 8.000, 9.000 euro moet het eigenlijk wel een beetje mee ophouden. Ik wil daar wel even op inhaken. Ik ben wel benieuwd om wat voor warmtepomp dat ging, want het kan ook zo zijn dat het al een
all electric ready warmtepomp is. Ja. Dus dan kan het wel zo zijn dat je een investering in instantie maakt van een 15.000 euro, maar dan werkt het bijvoorbeeld in eerste instantie samen met je hybride warmtepomp. En als je dan met de jaren je huis beter isoleert en als het op een gegeven moment voldoende geïsoleerd is, dan kun je met die warmtepomp ook zonder je cv verder. Dus daar heb je wel verschillen tussen in wat voor type hybride warmtepomp je kiest. Dus je hebt sommige die al all electric ready zijn, maar je hebt ook de wat meer klassieke hybride warmtepomp. En dat is een stap, zeg maar, die kun je in de toekomst niet weer verder gebruiken, maar die moeten dan weer uit om naar volledig elektrisch te gaan, zeg maar. Ja. Dat kan bijna nooit meer lonen, hè? Want als ik zie, ik gebruik bijna geen gas meer voor verwarming, dus alleen maar voor douche uit te koken. Als ik dan 10.000 moet bijleggen om dat laatste beetje gas voor vrij te komen, nee, dat kan nooit uit, want ik, ik heb nu 4.500 euro betaald en ik heb 90% van mijn verwarmingsgas Getrekt. Nou, je moet denk ik ook een beetje zo zien. Ik denk met een hybride warmtepomp kun je gewoon zeg maar 15 jaar tijd winnen. En over 15 jaar dan is natuurlijk de technische ontwikkelingen zijn natuurlijk weer doorgegaan en ziet de wereld weer wat anders uit. En dan moet die toch vervangen worden. 15 tot 20 jaar zo'n beetje, denk ik. Net zoals een beetje de cv-ketel. En ga dan op dat moment weer kijken van hoe het er dan voor staat. Ja. Dus, wat de temperaturen zijn dan, hè? Als je al als laag temperaturen radiator hebt, hè? Radiator en vloerverwarming. Dan kom je toch maximaal misschien 40 graden, 45 graden temperatuur in je cv-ketel. In het systeem, ja. Toch? Maar wat is dan de keuze waarom ik wel hybride zou moeten kiezen of elektric? Want all electric. Ja, bedoel ik, ja. Ja, dat hangt een beetje van de grootte van de woning af. Hè? Van, je hebt niet gas mee te maken, want ja, die temperatuur gaat toch niet meer hoger worden dan. Nou ja, maar je woning natuurlijk, voor de all electric is het wel verstandig om natuurlijk wel optimaal te isoleren natuurlijk. Je moet je warmte beter binnenhouden. Ja. Om de aanzien te krijgen, beter. Wat zeg je, Jan? Van tevoren valt dat te berekenen. Van tevoren, ja. Als je all electric, dan zeggen wij ook altijd van ja, laat dan eigenlijk dan, zeker als het gewoon een hoekwoning is, laat altijd een warmteverliesberekening maken. En dat kan, maar je kan ook met je warmteverliesberekening bepalen of je all electric kan. Ja. Maar je kan van tevoren met je offertes, hybride of all electric, kan je natuurlijk een terugverdientijd berekenen. Dat is misschien moeilijk. Dat zijn simpele Ja. Nou ja, dat is misschien een mooi bruggetje naar dan het all-electric systeem. In de uitgebreide sheet zat hij dan wel. Want all-electric, nou ja, dat is natuurlijk wel een stukje duurder. Je kan helemaal van het gas af, maar dan moet je echt wel liefst zo optimaal geïsoleerd zijn. En dan moet je liefst eigenlijk ook die lage temperatuurverwarming eigenlijk wel inzetten. Het hoeft niet per se, maar voor het rendement. Het scheelt gewoon minder, je hebt gewoon minder stroomverbruik, hè, met een all-electric oplossing. Als je ook beter geïsoleerd bent. Ja, dat is wel een goeie. Dat zien we wel tegenwoordig steeds meer komen de laatste jaren. Het is de laatste 3-4 jaar denk ik in opkomst. Er zijn steeds meer warmtepompen die ook op propaan draaien meestal dan ook. En die een hogere temperatuur kunnen maken. Dus tot 70 graden kunnen die dan zelfs gaan. En dat is wel een hele goede ontwikkeling denk ik. Van de gasaf en dan propaan gebruiken. Nee, het is een propaan, die zijn met propaan gevuld als koelmiddel. Dus niet het schadelijke gas. Dat zijn ze. Ja, dat lijkt het dan wel op. Maar in plaats van de schadelijke koelmiddelen wat nu gebruikt wordt, wordt dan propaan ingezet als koelmiddel. En daar kan je een hogere temperatuur mee halen dan. Ja. Dus in die zin wordt het wel, all-electric gaat wel steeds meer in de buurt komen nu. Ja. Ja, dat die ook weer meer elektriciteit gebruikt. Ja, precies. De COP, het rendement gaat natuurlijk zakt wel in natuurlijk. Maar die 70 graden heb je natuurlijk lang niet altijd nodig. Hè. 80% van de tijd is het natuurlijk, nou, het weer is nu ook zo, rond de 10 graden of wat ook. En dan kan je natuurlijk met een veel lagere temperatuur. Want die temperaturen worden, ja, er zit een stooklijn in altijd. Dus de temperatuur die wordt natuurlijk aangepast aan de warmtebehoeften van de woning. Ja, nou dan hebben we nog één eend in de bijt. Dat is een beetje een aparte. Daar hebben we geen plaatje van, is dat wel op de uitgebreidere sheet. Want dit is dan van inkoopactie. We hebben het nu over all-electric systemen gehad en hybride warmtepompen. En die hebben eigenlijk allemaal standaard een buitenunit nodig om daar de warmte uit te halen. Er staat er hieronder eentje van Toshiba. En dat is eigenlijk het apparaat die wel wat geluid maken. Er is nog een alternatief om een zogenaamde binnenventilatie warmtepomp te gebruiken. Dat staat daar een model. Dat is een systeem van Inventum.
En ook Niebe heeft daar systemen voor. Eigenlijk is Niebe 40 jaar geleden in Zweden ooit begonnen met binnenlucht ventilatiewarmtepompen. Worden ook nog steeds verkocht, ook steeds grotere modellen weer. Dat is een vrij onbekend product. Er zijn 3 energieambassadeurs, waaronder ikzelf en Ralf. En nog iemand anders, die hebben zelf ook zo'n systeem in huis. En we zijn er uitstekend tevreden over, als hybride oplossing. Ja. En er komen nu grotere modellen, dat je ook zelfs all electric krijgt. En ja, het is alleen wel zo dat de meeste woningen bij jullie hebben geen mechanische ventilatie in de woning zelf zitten. Maar er is eigenlijk ook wel een oplossing dat je het trappengat, gewoon het centrale trappengat gebruikt. Als aanvoer van die lucht. En op die manier kan je toch ook wel, ja, is het een alternatief om voor een buitenunit te kiezen. Ja. Die meneer had een vraag. Ja, ik ben verbaasd dat alles zo focust op die warmtepomp. Ja. Wat ik op internet lees, het is duur. En verschillende mensen zijn helemaal niet tevreden ermee. Omdat ze het niet warm genoeg krijgen. En ja, ze zijn nu een jaar van het gas af. En we stoken met straalkacheltjes. Oei, We gebruiken maar 1200 watt om onze huiskamer warm te krijgen. Maar wat is uw jaarverbruik? Dat kilowattuur? 4000 kilowattuur zijn. Totaal? Voor het hele verbruik? Voor het hele verbruik. Een heel goedkope oplossing. Die ja, maar... Die kostte maar 20 euro. Ik zal u even uitleggen waarom is die... Nee, maar er is één reden waarom een warmtepomp zo... Ja, ontzettend energiezuinig is. Dat noemen wij de zogenaamde COP, het rendement van een warmtepomp. Als u elektrisch met een elektrisch kachtje gaat verwarmen, dan stopt u er 1 kilowatt stroom erin. En dan krijgt 1 kilowatt warmte krijgt u terug. Dat is 1-op-1 verwarming, noemen wij dat. Dan neemt u een buitenluchtwarmtepomp. Dan kan je gemiddeld stop je daar 1 kilowatt stroom in. En dan krijg je gemiddeld 3,5 kilowatt warmte krijg je terug. Dus oftewel 350% rendement heb je dan. En omdat het netwerk nu al overbelast is, ja, moeten we eigenlijk 1-op-1 verwarming moeten we vanaf. Trouwens, het is volgens bouwbesluit mag het geen eens. Je mag geen eens 1-op-1 verwarmen. Er was net toevallig vorige week, volgens mij maandag, op radar een uitzending over elektrische cv-ketels. Het is heel duidelijk dat een elektrische cv-ketel mag je gewoon niet toepassen. Want het is 1-op-1 verwarming. Dus voor lokale verwarming in een kamertje kan dat. Maar om een hele woning te verwarmen met puur elektrische kacheltjes of met infraroodpanelen. Ja, dat is echt niet de kant die we uit moeten. Want dat kan het netwerk gewoon niet aan. En daarom zijn de warmtepompen eigenlijk zo efficiënt. En met een bodemsysteem, stel dat je een bodemsysteem zou nemen. Ja, dan is het zelfs zo, dan stop je 1 kilowatt stroom in en dan krijg je 5 eenheden aan warmte krijg je terug. Dus dat is... Ja. En dan nog even die mevrouw nog. Die mevrouw was eerst. Hybride en ja. Hoe zit dat prijstechnisch? Hybride begint dat zo'n beetje bij, als ik naar de installateurs kijk, ik denk zo'n beetje bij de 6.500 euro. Hybride. En dan gaat er ongeveer 2400 euro subsidie af. En all electric, ja, dat begint gauw bij wel een 15.000 euro. Zo'n beetje zo'n, ja, afhankelijk van de grootte van de woning natuurlijk. Gemiddeld, hè. Ja, maar dat kunt u zometeen bij de installateurs, kunt u dat zometeen, kunnen er meer over vertellen. Ja. En u had nog een vraag? Ja, wat ik mis hier eigenlijk vanuit jullie, is wat ik ook wel lees dat mensen, we weten allemaal dat de zomers worden steeds warmer. Ja. En wat doen mensen in hun woning, in de zomer, willen ze het koel krijgen, schaffen ze een airco aan. Ja. De tegenwoordige airco's, die kunnen ook... Warmtepompen, die zijn, ja. twee functies, koelen, ja, in de zomer en in de winter gewoon warmer. Ja. Daar hoor ik jullie helemaal niet over. Nou, wat is jouw mening daarover? Nou ja, ik vergelijk nu, ik vergelijk een beetje de warmtepompen met de huidige cv-installaties. Daar wil ik een 1-op-1 vergelijking met hebben. Ja. Want je kan natuurlijk met een airco-kei gaan verwarmen. Maar er zitten wel wat nadelen aan. Allereerst is het rendement lager. En zo'n gemiddelde buiten airco die gebruikt is ongeveer een rendement van 1 op 2,5. Dus dat is wat lager. Om te beginnen, die standaard airco's die blazen de lucht van bovenin naar beneden toe. Je krijgt altijd plekken waar toch geen lucht komt. Het is veel minder comfortabel. Tenzij je een vloermodel zou moeten nemen. Dan kan je wel beter mee verwarmen. En je zit altijd in een luchtstroom.
En het maakt wel wat geluid. Dus het is niet 100% vergelijkbaar met een standaard CV-installatie. Maar het is een oplossing. Ja. En het is toegestaan, want het rendement is te hoog. Je bent ook ruimte aan het verwarmen. Ja. Ja, en niet je hele huis. Ja. Dus dan heb je bijvoorbeeld een woonkamer die warm is. En dan is die badkamer dus ijskoud. Ja, ja, maar goed, ik ben niet in de woonkamer en in de badkamer. Nee, maar je moet wel met die beneden. Maar het is wel zo dat je met je benedenverdieping verwarm je ook je bovenverdieping. Hè? De warmte gaat door het plafond heen naar boven toe. Dus je bent ook wel de rest van het huis ook aan het mee verwarmen. Ja, ja, ik lees ook wel eens wat over warmtepompen. Ja, is ook een optie. Ja, dat is eigenlijk hetzelfde apparaat, maar dan zit er een boiler onder eigenlijk. Maar die zijn dus bedoeld eigenlijk voor je sanitair? Voor je tapwater, ja. Is puur voor je tapwater, ja. Is ook een oplossing en zijn ook flinke subsidies ook op. Ja, het is altijd beter dan een elektrische boiler, want elektrische boiler is weer 1-op-1 verwarming. Ja, maar is het dan... Ja, het is ongeveer 1-op-2,5 het rendement van een elektrische, met een warmtepompboiler. En ook geen rendabeler dan een gewone cv-ketel? Ja, het is een vervanging. Nou, de cv-ketel doet nu ook de sanitaire water, ja. Maar met een warmtepompboiler heb je natuurlijk ook het sanitaire water. Alleen sanitair. Ja, geen verwarming. Dus tenzij je een hele moderne hebt, dan kan je met ventilatie lucht ook juist verwarmen. Dan heb je een systeem tot 60 watt. Ja, de nieuwe. Kan je je cv-ketel, zal ik een warmtepomp, zou ik kunnen combineren? Technische vragen. Ja. Die drie warmtepomp is vooral voor... Het zijn twee losse systemen. Ja, voor verwarming. Maar misschien is het een goede vraag, zometeen nog even een discussie, want we moeten nog verder nog. Eén laatste vraag nog. Ja. Die mevrouw was nog net. Dat was eerder. Ja. Helemaal in de eerste presentatie was sprake van een zonneboiler. Ja. Dat is niet hetzelfde als die warmtepompboiler nee, waar die meneer. Nee, dat is weer een ander systeem eigenlijk. Hoe interessant is het om een zonneboiler te combineren met een hybride warmtepomp? Het is mogelijk hè, om dingen te combineren, maar het is wel lastig al die systemen om het allemaal met elkaar te knopen met een groot buffervat. En eigenlijk moet je dan weer een buffervat hebben met dubbele aansluitingen, dat zowel de warmtepomp de warmte in kan krijgen als ook de zonnepanelen. Technisch is het mogelijk, maar het is wel een heel prijzig iets. En datzelfde geldt een beetje met PVT-systemen. Je hebt ook nog systemen, een zonnepaneel, waar ook nog slangen onder liggen om warmte te maken. Technisch zijn het al heel mooie oplossingen. Hier ligt er trouwens eentje, een zonnepaneel met een warmtesysteem eronder. Maar er zit wel een prijskaartje aan. En je gaat gauw richting naar bodemsystemen toe. Dus dat je dus 150 meter de grond inboort en daar een bron slaat. En als je flink wat panelen nodig hebt voor je woning, dan wordt het een vrij dure oplossing, die PVT. En dus ook met die zon. 150 meter de grond in, dat vindt de gemeente vast niet goed, als ik dat in mijn achterkant. Nou ja, dit gebied zou in principe wel mogelijk om hier te boren, ja. Ja. Het is in dit gebied wel toegestaan. Ja. Maar het is even een uitgebreid systeem. Ja. En dan gaan we toch nog even weer naar het praktische stuk. Hij is al een paar keer voorbij gekomen. We hebben een timing op de inkoopactie gegaan. Dat is niet een absolute timing, maar dat is wel voor jullie een incentive om zeg maar het niet eindeloos uit te stellen en op een gegeven moment actie te ondernemen. Dus die loopt 2 maanden. Wat we met die partijen die op de volgende slide zijn, die 8 partijen, is dat je per maatregel 2 offertes kan krijgen. Dus voor 2 verschillende aanbieders. We hebben ook voor 2 aanbieders per technologische oplossing, zeg maar. En je kan, dat heeft Klaasje fantastisch geregeld. Er is een speciale pagina op onze site. Er staat hier daar, duurzamevecht.nl/reizendeman. Als je dat invult, er komt ook een link op volgens mij. Want nu kan je hem nog even het menu niet vinden, maar dit komt erop. Dan kan je gewoon zelf online alles invullen. Dan kan je ook alles nog nalezen wat er hier vanavond gepresenteerd is. Ook met die extra informatie waar Jan naar verwezen heeft voor je eigen huis. Daar zie je nog wat daar de gemiddelde staven is en zo. Allemaal terug te vinden. Nou, die 8 partijen die staan hier. Renovatie Totaal is hier aanwezig voor isolatie vloer en dak. En er is ook AZ-isolatietechniek uit Scherpenzeel. Nee, die is niet aanwezig, maar renovatie wel. Celsius en Groenpand zijn allebei wel aanwezig. Het gaat over warmtepomptechniek, waarbij Groenpand volgens mij ook nog wel iets met zonnepanelen kan en wil. Daar staan ze ook bij zonneinstallatie inderdaad. Daar is ook nog Triple Sol, staat daarbij. En voor glas zijn er ook 2 partijen geselecteerd. Dit is wat wij, en dan kom ik op de volgende slide. Deze partijen die hebben wij een soort van screening op gedaan.
De eerste is nabijheid. We willen geen partijen die uit Schin op Geul komen en hier, dat is te ver weg. We willen toch een bepaalde mate van lokale aanbieders hebben. Dus liefst uit de gemeente zelf, maar dan in ieder geval dichtbij. Dat heeft met afstand en aanreistijden te maken. Dat is vrij simpel. Tweede punt is, er wordt gecheckt op referenties. Onze energieambassadeurs hebben ervaring met de meeste bedrijven en die zeggen dan ook, dat is een bedrijf, daar heb ik goede ervaringen mee. Maar ook wordt ook gekeken naar Trustpilot en Google beoordelingen, hoe die bedrijven scoren op dat soort dingen. Dat is ook wat we meewegen. En er was nog een fenomeen bij de referentie. Ik zit even... Nou ja, communicatie is een element waar we naar kijken. Heel veel bedrijven die zijn op dit moment zo druk, die beantwoorden mails niet eens. Laat staan dat ze telefonisch bereikbaar zijn. Dus wordt ook gekeken, de vragen die gesteld worden, worden die netjes opgelost en zijn ze goed bereikbaar. Kwaliteit is een no-brainer. Wij willen geen cowboys. Ik denk niet dat de partijen die hier zijn per definitie de goedkoopste zijn, maar de goedkoopste moet je ook niet willen. Ik ken helaas uit de praktijk voorbeelden van zonnepanelen waar mensen op laddertjes staan, 6 meter hoog. Uiteindelijk ben je zelf, als degene die ze induwt, ben je verantwoordelijk. Dat wil je niet. Je wil geen cowboys op je dak, want daar komt alleen maar ellende van. Het geldt ook voor de kwaliteit van de geboden oplossingen. Een element waar we nog kijken, die pak ik even samen, kosten en duurzaamheid. Prijs-kwaliteitsverhouding wordt nagekeken. Zijn dit partijen die geen woekerprijzen, hè, dat is net al voorbij komen, vragen. Duurzaamheid kijken we iets breder dan, we zitten hier sowieso allemaal vanwege duurzaamheid, maar er wordt ook gekeken naar, zijn het biobased materialen die gebruikt gaan worden? Is er gekeken naar cradle to cradle, dat is een mooie term van, het kan iets heel goedkoop zijn, maar uiteindelijk end of life heel veel kosten met zich meebrengen, daar wordt ook naar gekeken. En als laatste, dat is ook uiteraard, wordt er gekeken hoe zit het met de garanties. Je hebt bij zonnepanelen met name heb je een installatiegarantie van werkt en werkt het veilig. Maar je hebt productiegaranties. Hè, dus ze beloven zoveel kilowatt over zoveel jaar dat die dan nog... Dat zijn allemaal garanties die afdekken. En ook bij isolatie zijn er keurmerken waaraan die bedrijven voldoen. Nou, dat is een beetje... ook hier geldt weer, er zit een knop op jullie site, op jullie pagina. Daar zie je, als je daarop klikt, dan zie je... Er is nog een veel uitgebreidere lijst waar allemaal naar gekeken is bij de partijen die wij inhuren. Volgens mij hebben we dan ongeveer het programma van de avond gehad. Waar het niet dat er nu nog ruimte is om echt je individuele vragen aan de partijen te vragen die hier zijn. En ik wil nogmaals een oproep doen. De opkomst is fantastisch, maar er zijn nog veel meer buren. En ook een beroep op jullie doen van werk mee en spreek je buurman aan. We hebben nog flyers, je kan ze verwijzen naar de site. Nou ja, er werd al een oproep gedaan in de WhatsApp groep, zag ik, om... vanavond toch nog een verhaal te komen, maar ook daar kan nog follow-up aangegeven worden. Dan zijn wij volgens mij nog redelijk, we hebben een kwartiertje uitgelopen. Zijn er nog prangende vragen die centraal gesteld kunnen worden of willen worden? Nog dingen onduidelijk? Nou. Ik neem aan dat dus op de drie plekken... Bij de vorige vergadering hadden we het over dat het misschien wel mogelijk was om gezamenlijk iets te bedenken. Hè? Een soort warmtenet, zelfstandig. Ja. Gemeente kennende. Nou ja, ik heb wij zijn niet afhankelijk van de gemeente. Wij zijn een onafhankelijke stichting. En als ik hoorde daar een initiatief al geboren worden. Wij laten het initiatief wel bij jullie. Omdat net zoals deze avond, zoiets wordt alleen een succes als het vanuit de wijk komt. Dat geldt ook voor dit initiatief. Kom bij ons en wij volgen het op. En wij vinden elkaar bij de gemeente om een project te starten om te kijken naar warmte. Daar wil ik nog verder iets op ingaan. Als deze wijk daar een rol in wil spelen, er zijn ook wijken hiernaast die ook aan het Amsterdam-Rijnkanaal is. En hoe groter de schaal is van zo'n warmtenet, des te groter de kans is dat de prijzen acceptabel zijn. Dus... als jullie je daarvoor op willen geven, ja, dat juichen wij van harte toe. Want uiteindelijk moeten we allemaal naar zo'n oplossing toe. En er werd ook nog, dat is één punt wat ik nog wil zeggen. Neem gewoon die hybride warmtepomp. Want dat warmtenet, stel dat het er komt echt niet binnen 15 jaar. Gaat niet gebeuren.
Ik weet van coöperatieve projecten, er is nou een prachtig voorbeeldproject in Muidenberg, waar zeg maar, wijken die vergelijkbaar zijn met deze woning, gaan ze naar een coöperatief warmtesysteem. Maar die zijn al 6 jaar bezig en het gaat pas over 10 jaar daar geboren worden. Dus dat zijn hele lange trajecten.